Wie won de 100 meter sprint op de Olympische Spelen van Seoul? Wat is de Siciliaanse opening? En wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om pizza deeg te maken? Denk dat je veel van die dingen niet spontaan weet en dat je daarvoor Google zou gaan gebruiken. Google is een fantastische informatiebron. Waarom zouden we eigenlijk nog moeite doen om dingen te leren in tijden van Google? De fout die we soms maken is kennis verwarren met informatie. Het grootste verschil met kennis is dat kennis eigenlijk verwerkte informatie is die in jouw hoofd zit. Met andere woorden, je hebt er als mens moeten over nadenken. Dat zit ergens klaar in je geheugen en dat komt je te hulp op momenten dat je het nodig hebt. Wat je hier op het scherm ziet, is voor het ongetrainde oog meer dan waarschijnlijk een schaakbord. Een schaakexpert daarentegen, die ziet hier onmiddellijk de Siciliaanse opening. Nochtans zien we hetzelfde. We kijken met onze zintuigen naar het beeld en toch zien we verschillende dingen. Wat je weet, bepaalt dus ook wat je ziet. We kunnen dat misschien nog illustreren met een tweede voorbeeld. Je ziet hier nu twee letterreeksen verschijnen. En als ik aan jullie zou vragen welke van die twee letterreeksen kan je het makkelijkste memoriseren, dan denk ik dat het antwoord vrij snel en heel duidelijk is. Je gaat de tweede rij veel makkelijker kunnen onthouden. Hoe komt dat nu? De eerste rij vormt een reeks van onsamenhangende tekens, terwijl die tweede rij iets heel bijzonders doet. Op een bepaalde manier herken je daar een aantal betekenisvolle elementen in die het makkelijker maken om die dingen in je hoofd te krijgen. De verklaring daarvoor zit eigenlijk in de werking van ons geheugen. Een menselijk brein heeft twee geheugens. Een werkgeheugen en een lange termijn geheugen. Het werkgeheugen, dat is het geheugen dat je gebruikt om na te denken. Dat is jouw bewustzijn. Als ik aan jullie vraag om die rij te onthouden, dan komt die rij met letters in je werkgeheugen terecht. Je werkgeheugen als mens is beperkt. Dat is bij iedereen zo. Dus losse elementen die samenkomen in je werkgeheugen, dat zorgt heel snel voor een overbelasting. We kunnen maar 4 tot 7 elementen aan. Als ik u dus vraag om 12 letters te onthouden, dan wordt jouw werkgeheugen overbelast. Bij die tweede rij zie je echter iets bijzonders gebeuren. Plots komt dat andere geheugen je te hulp. Het lange termijn geheugen, dat is de stockageplaats voor alle dingen die je weet. Voor alle dingen die je kunt. Die je te hulp komt op momenten dat je het nodig hebt. Waardoor de impuls van 12 letters verminderd wordt naar 4 gehelen. 4, dat kan ons menselijk werkgeheugen wel aan en dat gaan we dus makkelijker kunnen onthouden. Welke impact heeft dat nu voor de klaspraktijk? Basiskennis blijft extreem belangrijk omdat je voortbouwt op die basiskennis. Als in de lagere school de maaltafels niet echt heel goed gestudeerd zijn of heel goed geoefend zijn, dan merk je dat leraren wiskunde in het middelbaar daar nog steeds problemen mee ondervinden. Een kind dat voldoende woordenschatbagage heeft, zal makkelijker teksten kunnen begrijpen. Moeten we dan nog leren in tijden van Google? Het antwoord is ja. Het blijft extreem belangrijk om dingen te weten, omdat het er nu eenmaal voor zorgt dat je daardoor makkelijker, meer en sneller bijleert.